jongens. Hallo? Die underground. Vet. Ja, dit zijn historische beelden die ik maak. Want je ziet het heel duidelijk, het fietspad. En daar, hier komt blijkbaar een hele nieuwe weg. Vlak bij de Lentseplas, bij het water. En daar heb je een bruggetje. Heel erg gaaf. En je ziet het heel duidelijk, hier staan de kasten. Met die, groen, met die boom, met dat groene ding. En je ziet het heel duidelijk, daar heb je de flatgebouwtje. Zo ver zijn ze nu. En daar heb je die put, deksel. Wow. En hier komt dan natuurlijk een hele lange straat langs. Echt wel gaaf. Leuk dat sport. Yeah man. Gaaf. Oh, we hebben er weer een. Doet dat sport. Gaaf. Oh jongens, kijk dan die zonsondergang. Heel erg mooi hier. En als je daar aan de overkant zit en je hebt hier de maan boven de Lentseplas, dan is dat ook heel erg mooi. Even kijken. Oh jongens, kijk dan. Net naast de Cinemac. Nou, je ziet het, normaal staan de wind hierheen, de golven, maar nu gaat het een keer die kant heen. De totaal andere kant op. Oh, de schoolexter kwam voorbij. Wat is hij dan aan het doen? Hij is niet aan het vissen. Of, ja, hij is aan het vissen. Volgens mij heeft hij iets gevangen. Ja, hij heeft iets gevangen. Wow. Hij heeft geluk gehad. Zie je dat? Hij heeft iets gevangen in mijn vlog. Oh man. Nou, wij gaan even verder lopen. Ik ben aan de ene kant best wel blij dat ik deze unieke beelden heb gemaakt. Hier langs deze weg. Bij de Lentseplas. Die nog in de aanbouw is. Ah, dit fietspad dat gaat vanaf die brug daar, dat ik het iets beter in beeld kan brengen, gaat dus hierheen. En waarschijnlijk wordt, hey, dat wordt helemaal geen auto's weg. Dat wordt gewoon een nieuw fietspad waarschijnlijk. Wow jongens, dit fietspad gaan ze, wow, hoe ik gelopen ben, ik kom van die kant, gaan ze helemaal daarheen maken, tot aan het water. Maar dat is wel mooi. Jongens, ik zal nog even één keer die putdeksel filmen. Dat is wel mooi. Kijk dan, er staat gewoon een logo op van Nijmegen. En je ziet het hier. Kun je zien hoe diep die is? Hallo? Oh, hij loopt een heel eind onder de grond door. Ja, die hebben ze de pas ingelegd hier. Dat is echt wel gaaf. Nou, hier zullen wat bomen komen, denk ik. Dat zien we vanzelf al in de toekomst. Ik ga je nog wel vaker filmen. Je ziet het aan de overkant. Daar heb je dat gebouwtje. En daar waar die kids fietsen of rennen. Daar bij die lantaarnpalen, daar heb je dan die vlonder lopen, zeg maar. En wij staan al hier aan de andere kant. Kijk, en hier kun je het heel duidelijk zien. Zo ziet het er niet uit. En daar heb je dan die kasten. Nou, gaaf. Ik weet natuurlijk niet of ze dit laten staan, die chillbank. Laatst hadden ze hier een kookset neergezet. Die is nu weg. En hier moet ook ergens nog een anker liggen. Wacht, misschien dat we dat nog kunnen vinden. Ik weet niet of dat hem is. Nee, zo te zien niet. Een poos geleden was ik in dit gebied ook bij dat bruggetje. En hadden ze hier een touw met een anker neergelegd, een hele grote. Het kan zijn dat ze die nu weggetrokken hebben.
Ja, dan komt dus precies langs die waterplas daar dat nieuwe fietspad. Wow. Even eens kijken. Het water is redelijk helder. En niet zo helder dat je tot op de bodem kan kijken. Dus dat is wel een stuk minder. Wat zit daar? Zwanen.